De knutseltafel is gegroeid. In feite hadden we hier allerlei knutselactiviteiten. Die hebben nog steeds die momenten. Maar we hadden contact met een andere dagbestedingsgroep, Kunstschat. En die had weer opdrachten van de gemeente voor kraamcadeaus. En Kunstschat zei van, goh, kunnen jullie ons niet helpen? En uiteindelijk bleek die opdracht ook productiewerk te zijn. Toen hebben wij gezegd van, nou, wat is er mooier dan in de hal waar de Manica ook productiewerk gedaan wordt, om daar op productielevel te gaan knutselen. Vormen die worden aangeleverd, maar papier-maché moet om de vormen heen gemaakt worden. En uiteindelijk wordt dat geschilderd in een vrolijke kleur. De losse onderdelen die maken ze hier en die worden ook in elkaar gezet. En als je dan al die dingen bij elkaar monteert, dan blijkt daar bijvoorbeeld een hele mooie ooievaar uit te komen. En dan gaat het helemaal niet over het feit dat wat opbrengt. Maar veel mooier is dat wat hier gemaakt wordt in de samenleving. Ergens op een kinderkamer of waar dan ook of buiten gehangen kan worden. Ik kan alleen maar zeggen dat de herkenning wat groter wordt, ons kent ons. Ja, dat is dus participeren, dat is samen burger zijn.